Start. Good luck, Peter. Welkom weer bij een nieuwe Ribe de Bie. Weer eens een keer zonder fietskleding aan, want ik ben in Antwerpen. Want daar is vandaag de start van de Scheldeprijs. Het mas waar straks rond 12 uur de start zal zijn van de Scheldeprijs. En ik zie daarachter dat de eerste ploegen er al zijn. Daar gaan we kijken, hè. Veel leuker om te zien. Nu zat ik de grote bus van Roompot te zoeken, maar die is volgens mij in Frankrijk. Want ik zie hierachter een klein campertje staan en die is van Roompot. Ja, en als Zeeuw moet je dan natuurlijk wel even naar de enige Zeeuwse starter in het peloton, Brian van Goeten. Ja. Hoe is Brian? Ja. Ha, goed. Want je bent er weer. Ja, prima man. Ja, we zijn er weer bij, hè. Ja, want wat had je? Buikgriep. Dus, En heftig volgens mij. Ja, wel een paar dagen afgezien zijn we. Ja. En nu helemaal hersteld, of hoe? Ja, jawel. Kijk, als mens wel, als sporter weet ik niet, maar we zijn weer op de weg terug, dus dat kan gaan wel goed komen. Wat verwacht je nu van vandaag? Ja, gewoon voor de ploeg eigenlijk het beste doen en zorgen dat onze sprinters in een goede positie komen. Het is toch bekend dat hier een sprinterskoers is. Dus. Mag je mee in de vlucht vandaag? Ja. Zullen we zien wat het geeft, hè? Succes, man. Kijken of ik mijn naam waar kan maken. Breakaway Brian, hè, doen we hier al inderdaad. Ja, ja, succes, man. Heel veel. Dankjewel. Ja, doe je best en wie weet. Ja, dat wil nog wel goed komen. Mooi. Leuk. Ja, en dan zit je tv te kijken en wie demareert daar op 39 kilometer voor de finish? Yes! Breakaway Brian. Echt Brian van Goeten. Fantastisch, man. Wat heb ik weer genoten van je poging die je deed. Ja, helaas strandde die, maar ja, goh. Durand die probeerde het ook altijd en uiteindelijk won hij de Ronde van Vlaanderen. Dus wie weet, Brian. Ja, en dan de plek waar het drukste is. Hoewel ze niet hebben gewonnen in de Ronde van Vlaanderen, blijft het toch altijd bij de bus van ATX Quickstep het drukst. Het is zelfs zo dat die nu hun eigen dranghekken hebben. Dat heb ik echt nog nooit gezien op een ploeg. Astana is volgens mij de enige ploeg die een deurmat heeft voordat ze naar binnen. Ik heb het nog nooit gezien. Teambus van Wanti en Twan Demontier die vorige week overleed. Grote foto van hem voor op de bus. Daar word je stil van. Ik zie zelfs dat ze een sticker op hun fiets hebben. The ride for Antoine. Wilde ik één iemand zeker nog spreken en dat is veldrijder Lars van der Haas. Zijn seizoen zit er eigenlijk nog maar net op. En dan staat hij al gewoon op de startlijst van de Scheldeprijs. Wat vroeg Lars? Wat vroeg Lars of niet? Wel een beetje, hè? Ja? Kom maar goed. Ja, wanneer zijn jouw trainingen nou begonnen? 2 weken terug. Zo, dan is vrij kort lijkt me. Ja, maar als die man een klein beetje kan helpen is het al goed, hè? Alles wat zij niet hoeven te doen, dat scheelt. Succes. Ja, dankjewel. Ja, en inmiddels is bekend geworden dat Lars van der Haar Parijs-Roubaix rijdt. Lars, van mijn kant, heel veel succes, man. Alle teambussen zijn er, maar ik mis er nu door nog heen. Waar is Sagan? Ik kan hem echt nergens vinden. Ik zou hem toch nog wel even graag willen zien. Ach, ze worden hier zenuwachtig. En wie komt daar zo? Jawel, daar is die. De bus van Tinkoff. En dan kijken we even naar het verschil tussen twee helden. Cancellara en Sagan. Daar gaat Cancellara achterlangs de bus terwijl de fans aan de voorkant zitten. En dan... Goed luck, Fabian! Ik roep hem nog toe, maar hij... Ja, hij mag totaal niet op de fans. Helemaal niet. En dan hier, Sagan. Let toch eens op. Staat een jongetje aan de rechterkant. Huppatee, hij stopt en remt. Handtekening zetten en let op deze twee jongens. Helemaal verliefd omdat ze Peter Sagan zien.
hun wereldkampioen, hun held. Dit zijn misschien de jongens die in 2040 wereldkampioen worden, doordat ze ooit Sagan in hun ogen hebben gezien. Echt waar, fantastisch. Wat mij betreft is Sagan echt een zegen voor de wielersport. Zeker als je hem zo bezig ziet. Ja, hij remt niet dus voor volwassen mannen zoals mij. Maar let op wie daaronder in beeld dartelen. Ja, hier met Petje en zijn maatje in beeld. Ze hebben ooit Sagan gezien. Wat zijn die gasten blij. Maar ik maak dan ook stiekem nog een foto hoor, waar ik met Sagan op staat. Ondertitel. Zeg meneer Links, zou u alsjeblieft even weg willen gaan, want ik wil met de beveiliger van Peter Sagan op de foto. En het is bijna 12 uur en dan gaan we nog even naar de stad kijken wanneer ze weggaan. En Renaat is er ook klaar voor. En dan zijn de mannen gestart. Ja, de uiteindelijke winnaar is Kittel. Hij wint in de sprint voor Cavendish. Succes, Lars. Mannen, peloton komen hier voorbij. En let op wie er als laatste voorbij komt. Succes, Brian! Vier. 24. Nu we toch in Antwerpen zijn, dan gaan we nog eens iets leuks doen. Als je een keer Antwerpen bezoekt, dan is dat echt hartstikke tof om dat met de fiets te doen. Deze fiets, de Velofiets. Voor 4 euro kan je hem overal in Antwerpen lenen. En je mag het dan ook de hele dag doen. Ideaal om je te verplaatsen door de stad. Ik ben nu op weg naar een beetje aan de zuidelijke kant van het centrum, want daar is een fietsenwinkel en die moet echt prachtig zijn. En aangezien we nu toch in Antwerpen zijn, gaan we even kijken. Ja, gevonden in de buurt van de Koninkenbouwerij van de Bolkes. Hierachter fietsenwinkel Velodoom. Winkel en ja, je kan er nog lekker eten ook. Dit was Ribe de Bie voor deze keer. Tot snel! Wat zegt hij nou toch? Zandwijk.